De Argentijn Astor Piazzolla, de koning van de tango, speelde al vanaf zijn 14e bandoneon in diverse orkesten. Hij richtte later zijn eigen ensemble op en schreef veel muziek. Maar ook met de zogenaamde serieuze componisten, als Ginastera, onderhield hij nauwe banden. Zelf zegt hij, de muziek van de tango komt in bepaalde opzichten dicht bij de hedendaagse muziek. Invloeden van Bartók, Stravinsky en anderen, het zit er allemaal in. Deze Grand Tango droeg hij op aan Mstislav Rostropovich. Miral Jankovici komt uit Roemenië. Hij studeerde onder andere bij Paul Tortelier en won vele belangrijke prijzen. Sinds enkele jaren woont hij in Nederland, waar hij lesgeeft aan de conservatoria van Maastricht en Tilburg. De Zwitserse pianist Gérard Wies wijdt zich voornamelijk aan kamermuziek. Hij begeleidde muzici als Pierre Fournier, Arthur Grumiaux en is werkzaam als docent kamermuziek aan het conservatorium van Basel. Ook is hij een begenadigd jazzpianist.
Thank you.